deze aflevering gaan we de camperdouche maken. We hebben er super veel zin in, maar tegelijk vinden we het ook spannend. Want dit wordt voor ons de eerste keer dat we dit doen. Voordat we onze Fiat Ducato kochten, wisten we nog niet zeker of we wel een douche wilden maken in de camper. Maar nadat we de ruimte hadden opgemeten, wisten we het zeker. Er moest een douche komen in de camper. Met een laadruimtelengte van meer dan 4 meter neemt een douchecabine niet heel veel ruimte in beslag. Een douche in een camper is natuurlijk een geweldige luxe. De douchecabine wordt 83 cm breed en 67 cm diep. Precies de mate van onze douchebak. Hier zie je dat we de wanden voor de douche maken van underlayment platen. Deze platen zijn niet van het allermooiste hout en we moesten ook veel nabewerking doen. Als je goed kijkt zie je ook dat de platen een beetje krom staan. Om dit op te lossen heb ik de platen nat gespoten en op een rechte vloer gelegd met gewicht erop. De volgende dag waren de platen helemaal recht. Na een aantal keer opnieuw zagen en passen zijn de platen precies op maat en klaar om geschuurd te worden. Bianca heeft de platen met korrel 120 opgescheurd en vervolgens in de Meni gezet. Dat is de oranje verf die op de platen ziet gaan. Meni is tegenwoordig loodvrij, maar de namens blijven plakken omdat dit vernieuwde verfproduct nog steeds goed werkt om bijvoorbeeld hout te impregneren. Ze zullen de platen die eventueel in aanraking komen met water goed beschermd zijn. Uiteraard heeft grondverf of elke andere verf dan ook dezelfde werking. Toch hebben we ervoor gekozen ze in de Meni te zetten vanwege deze eigenschappen. In de achterste wand van de douche maken we een uitsparing. Hier kunnen dan douche en andere toiletspullen staan. Het is wat werk, maar het lijkt ons een super toffe toevoeging aan de camperdouche. Dit zwarte blokje is een van mijn favoriete gereedschappen. Zo kun je in een hoek van 15 graden eenvoudig gaten in een plank maken. Zeer geschikt als je meubels aan het maken bent. Zo zie je geen lelijke schroeven. In dit geval gebruik ik hem voor de uitsparing van de camperdouche. En ook hier werkt het geweldig. De zijwanden bestaan alleen uit deze platen van 18 mm dik. Belangrijk om ze dus goed vast te zetten. Hier zie je dat ik gaten aan het voorboren ben om hem vast te zetten aan de vloer, het plafond en de achterwand. Even een tussentijdse update in het eerste deel van de douche bouwen. We zijn een heel eind gekomen, gelukkig. Het heeft even een tijdje geduurd. Toch even goed nadenken over hoe alles nou vastgeschroefd moet worden. Want je wilt hem zo stevig mogelijk vastzetten. Elke beweging die in de platen zit, dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat
kitranden gaan scheuren. Dat willen we niet. Dus nu hebben we de constructie zo gemaakt. Dit is de bak. Die kant is nog niet gekit. En die wel. En aan de achterkant zit hier door deze. Aan de andere kant zitten dus de schroeven er doorheen. Die zie je daar niet, maar goed, die zitten daar wel. Onderin hebben we hem ook vastgezet. Hoppa. Hier zie je de schroefgaten die ik heb gemaakt. Daar gaan de schroeven doorheen. En deze plank zit onderin vast. Hier in het midden vast. En bovenin vast. Super stevig. Nu metaal wordt het gebroken. Ja, die breken alleen maar. Ook als ik dure metaalboordjes koop, breken ze ook. Dus graag een tip voor betere metaalboordjes en waar ik die kan kopen. Deze komen nu bij de toolstation vandaan. Dus hopelijk blijven die wat langer heel. Volgende stap. Die ga ik ook nog in deze aflevering laten zien. Is het gat hier boren. Deze moet nog ietsjes wijder maken. Is ook aardig uitzoekwerk geweest om de juiste afvoerplug te vinden. In eerste instantie dacht ik dat ik in een hoek moest gaan. Omdat ik hieronder dan op een dragende balk van de bus zou komen. Maar dat gebeurt dus niet. Dus in eerste instantie had ik een afvoerplug met een hoek gekocht. Nou, die was te dik. Toen heb ik een andere afvoerplug met ook een hoek erin gekocht. Toen kwam ik erachter dat ik dus helemaal niet een hoek hoefde te maken daar onderin. Dus toen heb ik een rechte gekocht. En die was ook van een camperafdeling. Maar het liefst heb ik gewoon... Ik ga ze even laten zien. Dit is die van de camper. Die is er met een 25 mm diameter hier. Die was prima geweest. Alleen ik heb liever 28 van de... normale maten, ja, wat is normaal, in ieder geval huistuin, keuken zoals je die in huizen vindt, want dan kan ik PVC buizen gebruiken die ik gewoon bij de lokale bouwmarkt kan kopen. Dat is veel handiger. Ook kon ik geen bochten, geen bochten vinden van dit type. Dus dat was erg vervelend. Dus ik ben blij dat ik naar 28 mm kan. Ik had dus ook een flexibele buis gekocht en alles erop en eraan, maar dat heb ik allemaal niet meer nodig. Dat gaan we lekker terugsturen. Afvoer vandaag nog maken en de gaten in die andere plank en vastzetten. En in de volgende aflevering gaan we dan het dak en de tegels plaatsen en natuurlijk het water aansluiten met de douchekraan. Dus daar hebben we super veel zin in. En dan kunnen we gaan douchen. Nu kunnen we gaan douchen. Althans. Jij kan, jij kan al je haren wassen en ik doe alsof. Dus nee, super tof. Nee, dat filmen we maar nee, beter niet. Maar super tof. Het was spannend, het is de eerste keer dat we dit doen. Dus nou, we zijn erg tevreden met het resultaat. En ook natuurlijk met dat mooie vakje, die uitsparing erin. Leuk. Leuk. Oké dan, gaan we door. Let's go. We zijn weer een stukje opgeschoten met het bouwen van de douche. We hebben nu een ondergrond ook. En de zijpanelen zitten allemaal vast. Kijk, je kan hier zien. Ze zitten hier erin geschroefd. Ik ga hem hierboven ga ik hem ook nog vastlijmen. Komt hier een balkie. En dan zetten we hem dan, die lijmen we daar vast. En de balkie komt dan aan de plaat vast. En hieronder hebben we dus een ondergrond. En die ondergrond was nodig.
omdat er hoogteverschil is. Hier hebben we de douchebak, dus de onderkant. Deze die gaan we niet doorboren, maar die zakt wel een stukje naar beneden. Dus vandaar dat er sowieso wel een klein stukje verhoging nodig was. En hier is het gat. Hier komt die afvoerplug. En die afvoerplug heeft sowieso een kleine dikke rand hier dan op. En dat moest dan ook... vandaar dat ook die plankjes daar als verhoging nodig waren. Die zijn 16 mm dik. Dus het is maar minimale hoogteverlies dat we dan hebben. Dit is de afvoerplug. Het is gewoon een standaard afvoerplug bij de bouwmarkt gekocht. Die komt hier erop. En dan heb ik het over deze dikte. Die moet ik dus overbruggen. Makkelijk met 16 mm. Ik denk dat dit een halve centimeter is. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga het even laten zien. Dit is dus hoe het eruit komt te zien. We moeten alleen nog hier een opstaande rand, ga ik hier nog helemaal eromheen doen. Die dan ook als versteviging dient. Dus die ga ik nu nog bouwen. En hier onderin. En daar komt die eruit. En dan gaan we daar verder de afvoer op zetten. We zijn zover. We kunnen de douchebak erin gaan leggen. Super tof. Heel blij mee. We hebben de bak voor elkaar. Die hebben we nu vastgeschroefd en vastgelijmd. Helemaal. En deze is ook al helemaal ready to go. Dus het enige wat ons nog te doen staat, is die kit hier eroverheen. En dan erin leggen. En lekker laten drogen. Dan is het helemaal mooi. Hier heb ik ook nog even een siliconen kit ingedaan. Dat als er, wat niet gaat gebeuren, maar als er een lekkage is bij de afvoerplug, dat dan het water niet in de bak of onder de vloer komt, maar dat het gewoon ook naar buiten loopt. Dus het zit lekker vol met de siliconen kit geduwd. Fucking chill, lekker. Echt blij mee. Ik ga er niet te lang over doen om te laten zien, want ik ga er even iets zwaars in zetten zodat de lijm die eronder zit goed kan hechten en goed op de ondergrond zit. Maar dit is hem dus. Dit is de voorkant, daar komt natuurlijk nog een muurtje. En hier loopt hij dus helemaal strak eromheen. Andere kant vastgekit. Ja, top. Dit was hem dan. Deel 1 van de douchecabine bouwen. De volgende video die komt over denk ik zo'n 2 weken. Daarin gaan we de kimband in de hoeken doen. En ook gaan we de grijswatertank onder de bus plaatsen. En het water, of in ieder geval de kraan aansluiten. Of de water al echt aangesloten wordt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de kraan al helemaal aansluiten en natuurlijk het leukste stuk de tegels zetten. En dan gaat het er echt af uitzien. En dan moet nog een dakje komen. Dus dat is allemaal in deel 2 van deze aflevering. Vond je het nou waardevol? Heb je hem helemaal afgekeken de video? Dan zou ik het super tof vinden als je even een like achterlaat. Probeer het kanaal een beetje te laten groeien. Of deel het met vrienden. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan zie je nog veel meer video's zoals deze. En dan zie ik je bij de volgende video. Later!